Beste Paul, altijd weer spannend zo'n opdracht die je meekrijgt. Thuis, op je iPad en je noteert jouw keuze. Zal ik je hier, zo net om de hoek, een klap op je muil geven? Of daar, zo in het open veld, zoenen? Je moet een keus maken. Je staat in het theater, de zaal vol, het publiek nieuwsgierig. Ooit zag ik, hier in Amsterdam, in de Schouwburg op de bühne, een hond schijten. Meerdere honden. En nog altijd bewaar ik het programmaboekje als reliquie. Soms wandel je door een tuin. Je zegt, de viooltjes bloeien. En of het nu werkelijk viooltjes zijn, laat staan dat ze bloeien. Maar dat je zegt, kijk, de viooltjes bloeien. Dat geeft zekerheid, die keuze. En dit is ook iets met het kiezen, geloof ik. Zo'n dag, een dagen later, dagen geleden, nu zo'n maand, de verkiezingen. En wie mag wie, mag wat, wil dat vertegenwoordigen? Ik kijk uit het raam. Zoals wel vaker, ze komen langs. In lange, witte gewaden, soms ook geheel groen. Altijd vrolijk met elkaar, op naar hun kerk. Later, uren later, zie ik ze dan weer. Zie ik iets wat de uitslag van die verkiezingen ongemerkt met zich meebracht? Een bevreemdende blik omhoog naar mijn raam, waar ik voorheen, dat dachten ze, altijd vrolijk knikte. Maar nu, als op bevel, denken ze, misschien mogen wij niet. Ook niet van die mensen, altijd voorheen vriendelijk naar onze kleurrijke kleding kijkend. En wie heeft wat gestemd, hè? Ja, mooi. Goed, een keuze maken en soms in een fractie van een seconde. Het is op een ochtend. Het is nog vroeg. Je zit in je auto. Niet dat ik een echte autorijder ben. Heb pas op latere leeftijd het rijbewijs. Maar zit dan op deze vroege ochtend in mijn Dodge een forse Amerikaan met automaat. Voor mij een andere auto, het is nog stil op de grote weg. En dan houdt de auto voor mij plotseling in. Later vermoedde ik dat de bestuurder niet wist of hij of zij rechtdoor of af moest slaan. Ik stuurde er net nog langs, belandde in een slip. De vangrail kwam op mij af. En op dat moment dacht ik aan de zoon van goede vrienden die niet precies wist wat hij in het leven ooit wilde, maar auto's. En uiteindelijk is hij de man geworden die ambulancechauffeurs opleidt. Politieagenten als ze weer eens met hoge snelheid door het verkeer. En in een mum van tijd wist ik wat hij me ooit vertelde. Kijk waar je heen moet. Blijf daarnaar kijken. En geef gas. Veel gas. Ik had ooit goed naar hem geluisterd. Even nog kwam de andere vangrail in zicht, maar dan rechtdoor. Ik kon snelheid minderen. Een keuze maken. Soms
in een fractie van een seconde. En mag ik nog een vriendelijk gedichtje lezen? Als het vriendelijk is, altijd. Ja. Ja, ik vind dit eigenlijk een... Dit is wel geliefd. Zou er nog iets van herkenning zijn? Nu, een leven later, zullen wij in een voor ons beide vreemde stad stil blijven staan, zeggen, jij bent het. Gedachten die je noteert in zo'n opschrijfboekje en in dat boekje kom je elkaar weer tegen, op bladzijde 24 bijvoorbeeld. Getekend met woorden dat er rimpels zijn, iets meer gebogen, maar hopen nog altijd iets van herkennen. Wie sluit, wie in de armen, tot er een afscheid is. Dank u.